Dames en heren, vanwege de actuele situatie momenteel in ons land, waarbij we zien dat burgers hun gevoelens uiten op de openbare wegen, praten wij vandaag ook met de heer Stanley Dijksteel. Stanley Dijksteel is hoofdbestuurslid van de politieke organisatie de VHP. Hij is tevens ook de adviseur van de president van de Republiek Suriname. Stanley, welkom en bedankt dat je ook even je tijd neemt om met mij te praten in deze uitzending. Graag gedaan. En hoe kijk je momenteel uit naar de situatie waarbij wij zien dat burgers op de openbare weg komen om hun misnoegen te uiten over datgene wat zij denken wat er momenteel gebeurt in ons land? Oké, kijk, burgers kunnen het op dit moment over een aantal issues oneens zijn met de overheid. En op die manier hun stem laten horen. Misschien dat zij vinden dat zij via de Nationale Assemblée niet genoeg ondersteuning hebben om hun grieven kenbaar te maken. Dus doen ze dat daar, langs deze manier. En de partij waaruit ik kom is een partij van wet en recht. En we voeren de democratie hoog in onze vaandel. Dus die burgers die hebben wel de mogelijkheid en krijgen wel de mogelijkheid. En hebben het recht ook om op deze manier hun wensen kenbaar te maken. Echter, het recht brengt ook plichten met elkaar. Want precies waar je het recht hebt. Daar eindigt, kan ook het recht van een ander eindigen. Want ik mag ook wel gebruik maken van de openbare weg. Dus je hebt je recht, maar je mag niet in je plicht verzaken door mij mijn recht te ontnemen. Dus het moet zodanig gebeuren dat andere burgers ook gewoon gebruik kunnen maken van de openbare weg. En daarom vind ik het wel goed dat ze dat doen, maar ik keur het ten zeerste af dat bijvoorbeeld wegen gebarricadeerd worden en dat bijvoorbeeld de op de hoek daar bij de markt wat krabben worden losgegooid en dat soort dingen, dat keur ik wel af. Maar aan de andere kant, als ze de zaak in toom weten te houden en op een ordentelijke manier hun misnoegen of hun wensen en grieven kenbaar maken, dan is dat gerechtvaardigd, ja. Alleen de president heeft opgeroepen tot dialoog. En ik weet zeker dat dit ook in dialoog zal eindigen, vroeg of laat. Dus ik hoop dat het eerder komt dan wanneer er uitspattingen gaan komen. Meneer Stanley Dijksteel, we hebben gezien dat de president inderdaad heeft opgeroepen tot een dialoog. Hij is zelfs zo ver gegaan dat hij zegt hij is bereid tot een nationale dialoog te gaan. Maar hij is ook bereid om te zeggen van ik wil praten met de mensen die op straat zijn. Echter hebben we ook gezien dat de mensen die op straat zijn met eisen vooraf komen door te zeggen, hey, ik wil wel met je komen praten, ik wil wel door die voordeur mee bij je komen, maar je moet eerst dit doen. Hoe kijk je er tegenaan dat wanneer je wordt uitgenodigd door het staatshoofd, je met eisen vooraf komt, in feite zeggen, je komt met een vuurwapen aan tafel om met me te praten? Nee, dat is niet gebruikelijk, dat is ook niet handig, dat is ook niet, om te zeggen, ethisch. Maar om aan te geven hoezeer deze president het meent met de bevolking en het meent met de grieven en de noden van de actievoerenden om tot een oplossing te komen, is het toch wel groot en prijzenswaardig dat hij ondanks dat de mensen uitnodigt en blijft uitnodigen en kijken hoe wij uit die impasse kunnen komen. Want als je met dit soort eisen komt en je gaat dwingen en je gaat vooraf zeggen eerst dit en dan dat, dan breng je eigenlijk de impasse, alleen maar de polarisatie, alleen maar scherper. Maar op een gegeven ogenblik wil die president toch aan bepaalde eisen voldoen, denk ik. En geloof ik ook. En er is van de vicepresident een schot voor de boeg gekomen. En ik denk dat de plooien gelijkgestreken kunnen worden. Dus op een gegeven ogenblik is het niet meer zo geweldig hard dat de mannen met het mes op de keel. Er zijn zaken inderdaad die met een pennenstreek gedaan kunnen worden. En die zaken zal de president ook doen, denk ik. En daarna zullen ze toch wel meer water in de wijn moeten doen om over andere zaken die langere tijd nodig hebben om op te lossen, om daar een tijdspad voor aan te leggen om zodoende uit de impasse te geraken en eigenlijk de zaak naar goede banen te leiden. Ja, meneer Dijksteel, als we kijken naar de groeperingen die momenteel op straat zijn en hun misnoegen uiten, merk ik althans dat het op een onsamen geheel lijkt. Het gevoel ook
dat er mensen vanuit andere politieke organisaties ook hun invloed proberen uit te oefenen om het tot een hype te brengen. Want we weten sowieso, het is bekend, dat de Nationale Democratische Partij deze regering reeds bij haar aantreden weg wilde zien gaan. Hebt u het gevoel dat er gevoelsmatig mensen in de achtergrond, in de contrainen, ook aanstoken, terwijl u ook wel goede mensen ertussen mocht hebben, die inderdaad hun op een oprechte manier hun gevoelens uiten? Ik geloof in de oprechtheid van deze actie. Maar omdat er andere mensen op de loer staan uit andere politieke partijen, dan geloof ik ook dat men er misbruik van wil maken. En dat de actie gebruikt zal worden om politieke doelen na te streven. Zoals het afzetten van deze regering. Men moet weten wat het afzetten van een regering betekent. Suriname wordt wederom helemaal in een diep dal gedompeld. Omdat een nieuwe verkiezing uitschrijven gaat weer anderhalf jaar vergen. Gaat zoveel geld kosten. We gaan er weer bij af. We moeten weer het vertrouwen opbouwen bij de mensen met wie we nu bezig zijn. Vanuit het buitenland, vanuit de organisaties. Om dit land weer op een goed economisch spoor te krijgen. Dus we zijn weer bij af. Vandaar dat het prijzenswaardig is dat de actievoerders zeggen van oké, als je deze eisen van me voldoet, dan ben ik bereid om met je aan tafel te komen zitten. Dus de actievoerders op zich, ik geloof in hun oprechtheid om dingen gedaan te krijgen, maar ik keur af de mensen die op de politieke toer gaan en daar misbruik van willen maken. Ja, meneer Stanley Dijksteel, we zien ook dat terwijl er acties worden gevoerd in Paramaribo, zien we dat we ook symptomen zien die plaatsvinden in districten. En misschien is dat een toevalligheid, of misschien is het ook georganiseerd. We hebben ook acties gezien in Coroni. Ik kan wel zeggen dat vind ik geen toevalligheid, omdat we toch wel harde informaties hebben, net als wat ik eerder zei, dat exponenten uit de politiek hier misbruik van willen maken. Die proberen hier een graantje mee te pikken. En die proberen natuurlijk ook bijvoorbeeld in Coroni de zaak op stelte te zetten. En dat is een gedeeltelijk geluk, maar we krijgen de zaak weer onder controle in Coroni hoor. Ja, maar de kans zit er ook dik in dat men het model van Coroni kan gaan copy-pasten. Ook in gebieden als Marowijne, in gebieden als Brokopondo. En zo kan je een hype krijgen waarbij men een gevoel ontstaat, wat niet zo hoeft te zijn, dat iedereen ontevreden is. Dat is dus wat ik bedoel met je hebt recht om te demonstreren, maar waar je recht eindigt, begint ook een plicht. De plicht om de rest van de bevolking niet te duperen. De rest van de bevolking de ruimte te geven om de dingen te kunnen doen zoals het hoort. En ik denk dat de leiders van deze acties toch wel disciplinair en in wet en recht geschoold zijn om dat te kunnen inzien en ervoor te zorgen dat rechten van anderen niet worden overtreden en niet worden vertrapt. Ja. En net zoals zij gebruik maken van hun recht om te demonstreren, moeten ze ervoor zorgen dat mijn recht om gewoon aan het werk te kunnen en gewoon mijn economische dagelijkse bezigheden te kunnen doen, dat mijn recht niet vertrapt wordt. En deze mensen zijn daarin geschoold en gedisciplineerd. Dus ik reken erop dat het ook zo gaat gebeuren. Ja, de mogelijkheid bestaat, want de signalen zijn ook uitgekomen, dat men hoogwaarschijnlijk op het onafhankelijkheidsplein gaat bivakeren. En het bivakeren betekent niks anders dan men een permanente vestiging daar gaat doen, middels tenten, et cetera. Dit soort modellen hebben we ook in de wereld gezien, waarbij protesterenden permanente plekken hebben gezocht om te bivakeren. We hebben dat gezien in Cairo tijdens de opstand. Hebben we dat gezien in Cairo bij het afzetten van de regering daar toen. We hebben dat ook gezien voor de Oekraïnse oorlog in Kiev. Voordat het begon dat de regering toen werd afgezet. Hoe kijkt u er tegenaan dat men een permanente vestiging gaat nemen? Kijk, de permanente vestiging die ze willen nemen is om eigenlijk druk op de regering te zetten. Maar die druk die hoeft niet meer, omdat de regering al bezig is zaken op orde te brengen. Hun wensen en grieven daaraan te voldoen. Dus als zij vinden dat zij nog eens een keer druk op de regering moeten zetten door een permanente vestiging, zolang dat kalm, ordelijk, gedisciplineerd verloopt zonder dat rechten van anderen vertrapt worden, dan kunnen we ze niet tegenhouden. Dan mogen ze dat, naar mijn mening. Maar het gevaar is natuurlijk, zoals jij dat zegt, dat
er daardoor een indruk kan ontstaan dat er een grove ontevredenheid alom is. Maar de regering is wel in staat om dat eigenlijk te weren. En de regering is in staat om de vrees voor zo'n gedachtegang, om de vrees voor zo'n beweging, de wind uit de zeilen te halen. Want de regering is aldoende om zaken op orde te brengen zoals zij dat hebben gevraagd. Ja, meneer Stanley Dijkstil, tot slot. U hebt ook ervaring in het Korps Politie Suriname. U bent een gewezen politiefunctionaris geweest. U bent nu gepensioneerd. U bent actief adviseur van de president. We zien in deze actie ook dat kopstukken van de vakorganisatie van de Surinaamse Politiebond, weliswaar niet op die titel, maar op een persoonlijke titel, deze actie ook leiden. Hoe kijkt u daar tegenaan? Kijk, dat is voor rekening van die kopstukken. Die kopstukken zijn ook burgers en hebben ook rechten. Maar ze moeten ook de orde handhaven, de openbare orde handhaven als politieman. Dus wat ze aan gezag gaan verliezen in de uitoefening van hun functie door deze actie te ondernemen, dat is voor hun rekening. Ja, maar vindt u het normaal dat aan de ene kant een politiefunctionaris aan de ene kant voor openbare orde moet zorg dragen en aan de andere dan wel in dienst van het gezag, dat is het gezag, is het president, is het land, en diezelfde persoon of personen tegen het gezag zijn? In mijn optiek is dat niet mogelijk. In mijn optiek is het onkan. Maar misschien ben ik ouderwets. Ik ben al zo lang uit het korps. Maar in mijn optiek is dat niet mogelijk. Maar zij interpreteren het anders. En de korpsleiding is daar bezig mee. Laten we kijken wat de hedendaagse korpsleiding ervan zegt en ervan denkt. Ja. Maar ik als politieman uit die periode, voor mij is dat niet mogelijk. Ja. Meneer Stanley Dijkstil, hoofdbestuurslid van de politieke organisatie de VHP, tevens adviseur van de president van Suriname, mag ik u dankzeggen voor uw bijdrage in deze uitzending.